Deze highlights worden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Alle tijd van de wereld voor Mandy. Hij durft het toch niet aan. Het is natuurlijk ook een spel niet echt van City. De flank voorzetten. Omdat ze geen grote spitsen hebben. Nou, alweer balverlies op een slechte plek. Foden. Mooie dribbel en het schot. Tegen José Saan. Sterling. Mooi gedaan. Nou, kaats van Jesus niet helemaal. Maar toch goed genoeg voor Bernardo Silva. Daar is de kopbal van Jesus tussen Ba en Semedo. Dat spel van Jesus mag toch doorgaan. En vindt dan Sa op zijn weg. Ja. Vlak bleef beneden. Camara. Een beetje begonnen op de flank, maar nu weer centraal. Meer vertrouwde positie voor hem. Geen overtreding van Gundogan. Foden, net niet goed genoeg aangespeeld. Hij is bij Gundogan niet altijd even precies. Hier is Sterling en Foden. En daar is de goal. 10 minuten voor de rust. Sterling, die we weinig gezien hebben. Maar één actie van hem was genoeg om Foden in stelling te brengen. En die scoort makkelijk tegenwoordig, Phil Foden. 2 keer voor Engeland. En dit is toch ook al zijn 4e in de Champions League. Zijn 2e in dit seizoen. Nou, ook hier niet gefloten. Camara leek me daar toch ook foutief gestuit te zijn. Sterling. Harde knal. En Sa kan alleen weer niet klemmen. Bernardo en Foden in de muur voor Sterling of Gundogan. Ik denk Gundogan. Kijken wat het wordt. Sterling neemt de aanloop en trapt. En een goede redding van Sa, want die bal paste wel in het bovenhoekje daar. Niet ongevaarlijk. Die pas van Rafinha. Semedo komt ermee weg. Maar dan balverlies en Foden. En Gundogan. Die kreeg de bal niet tussen de palen. Terwijl er toch veel ruimte lag. Het schot afgeblokt. En dan hier Gundogan. Ja, plaatst hem uiteindelijk een halve meter ernaast. Cancelo er plots door. En dan schrikt hij zodanig dat hij de bal alweer in de handen van zijn landgenoot speelt. José Sá. Er mooi doorheen. Met een 1-2'tje. Sterling. Jesus. Sterling in buitenspel. Zoekt Silva. En die probeerde het uiteindelijk nog met buitenkantje links. Nou, het gaat toch niet lang meer duren voor die tweede gaat vallen, denk ik. Geen buitenspel van Sterling. Daar was Ba blijven hangen. Een Villa met de cross richting Rafinha. Het is merkwaardig dat hij zijn opgerolde broek de hele match kan behouden. Afgeblokt door Cancelo. Fernandinho slecht uit verdedigen.
En oelala, kijk eens aan. Een doelpoging van de kant van Olympiakos. En het scheelde nog niet eens zo heel veel voor Fortunis. Kreeg daar de bal van Fernandinho. En vanaan de 16 meter haalt hij uit. Gelukkig voor City draait hij een beetje weg van doel. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.